Hey YouTube, welkom bij Collecting Emotion. Ik ben Joris en vandaag gaan we het hebben over het voorbije cyclocross seizoen. Het cyclocross seizoen 2016-17 zit erop, dus wordt het tijd om een lijstje te maken van wie waar nu de beste is geweest. En dat gaan we vandaag doen met een lijstje van de top 15 van de elite heren. En niet iedereen heeft deze lijst gehaald natuurlijk, er zijn meer dan 15 topveldrijders, maar ik denk dat jullie zich wel zullen kunnen vinden in deze top 15. Op 15, de man die je hier al even ziet, is geworden Michael Boros. Michael Boros is dit seizoen een vaste waarde geworden in het veldritwereldje en kunt je regelmatig terugvinden in de top 10. Hij heeft een iets wat moeilijkere periode gehad na nieuwjaar, maar toch verdient hij een vermelding in deze lijst. Op 14, Marcel Meisen. Misschien in de net omgekeerde richting. Marcel heeft een mindere start gehad in het seizoen, maar is er toch wel in geslaagd om een aantal mooie uitschieters te doen dit seizoen. Getuige of het hoofd daarvan was natuurlijk zijn tweede plaats in Fuji, wereldbeker, waar hij vriend en vijand wist te verrassen. En dan daarom een verdiende 14e plaats. Op nummer 13 staat Clément Venturini. Deze jongeling heeft het Franse wielrennen, of veldrijden vooral, terug op de kaart geplaatst. Is ook Frans kampioen geworden. En als hij deelneemt, mogen we hem toch steeds verwachten in de voorste gelederen. Plaatsen tussen de 5 en de 10 zijn voor hem zeker niet onmogelijk. Zal de komende jaren nog groeien en hopelijk ook nog een contender worden voor de toppers in dit veld, het wereldje. Op nummer 12 hebben we hier Vincent Bastaans. Ja, ik vind dat hij een zeer goed seizoen gereden heeft. Beetje jammer voor hem dat zijn contract niet verlengd is geweest. Bizar, hè? Zeker als je dan zijn verdere uitslagen dit seizoen hebt gezien. Vincent is kampioen geworden, elite onder contract. En rijdt toch regelmatig zeer goede uitslagen in de top 10 van de klassementscrossen. Op nummer 11 vinden we terug Jens Adams. Misschien een verrassing voor sommigen dat hij terug te vinden in dit lijstje. Jens heeft naar mijn gevoel een zeer sterk seizoensbeginn gehad. Misschien niet zo opvallend, hè. Hij moest steeds terugknokken van de derde, vierde startrij. Maar staat er toch in om soms vierde, vijfde, zesde te worden. Hij heeft dus een heel goed eerste seizoensdeel gereden. Na een nieuwjaar is hij met wat ziekteverschijnsel weggedeemsterd. En dat is ten koste gegaan van zijn wereldkampioenschapselectie. Jammer voor hem, maar toch een mooie 11e plaats hier in dit lijstje. We komen de top 10 binnen. Op 10 Corné van Kessel. Ja, Corné, weinig uitschieters, maar ook weinig dalen. Heeft een zeer stabiel seizoen gereden en verdient om bij de top 10 veldrijders van de wereld te behoren. Op 9 vinden we Gianni Vermeers. Gianni Vermeers is ook traag op gang gekomen, maar heeft ook dit seizoen bewezen tot de absolute top. Of voor zeker subtop te behoren, met een aantal zeer goede resultaten. En er waren misschien nog betere resultaten geweest, mocht hij een aantal keer van pech zijn gespaard geweest. Op 8 hebben we Lars van der Haar. Lars is eigenlijk een van de absolute contenders voor ons topduo. Maar met heel wat pech dit seizoen is hij er niet 100% in geslaagd om dit naar voren te brengen. Ondanks zijn zeer korte seizoen is hij toch in geslaagd samen met Toon Aerts om een van de klassementscrossen weg te snoepen van onze twee kannibalen. Vandaar voor Lars een verdiende 8e plaats. Op
Op 7 vinden we Michael van Toena terug. Michael is ook een jongster die op de weg naar de top aan het knokken is. Maar heeft ook nog vrij veel dalen. Hij is een van de weinigen die Wout van Aert in een rechtstreeks duel heeft kunnen kloppen. Maar anderzijds verdwijnt hij dikwijls uit de top 10. Maar toch denk ik dat een 7e plaats voor hem een mooi resultaat is. Op nummer 6 vinden we terug Tom Meemsen. Tom hij had een moeilijke start het seizoen, maar is dan toch in de slag om stiltjes aan beter en beter te gaan functioneren en zich te nestelen steeds in de top 5 en naar het einde van het seizoen zelf als echte contender om zelf Wout en Mathieu het vuur aan de schenen te leggen. Vandaar dat Tom Meemsen mag terugkijken naar een goed seizoen en verdient hij hier de 6e plaats. Op 5 hebben we Laurens Sweek. Een zeer goed seizoen geleden voor deze jongeling. Zeer goed seizoen. Heel wat podiumplaatsen. Na een nieuwjaar ook iets minder. Afwisselend met een 4e plaats op het wereldkampioenschap. Heeft hij toch betoond dat hij erbij hoort. En daarom een verdiende 5e plaats voor Laurens Sweek. Op de 4e plaats hebben we de ouderdomsdeken van het pak, Kevin Pauwels. Kevin behoort zeker tot het best of de rest, maar ja, een mooie klinkende zege dit seizoen ontbreekt. Velen vinden ook dat Kevin berekend koerst. En voor hem is een uitslag belangrijker dan proberen te volgen. Hij haalt er steeds het hoogst haalbare uit, waardoor dat hij misschien niet altijd zo geliefd is. Maar toch krijgt hij een 4e plaats in het klassement. Op 3 hebben we Toon Aerts. Ik denk dat daar weinig betoog bij hoeft. Toon Aerts is Europees kampioen geworden en heeft dan ook nog kunnen winnen in Baal. Is de enige die samen met Lars van der Haar een klassementscross heeft gewonnen buiten Mathieu en Wout van Aert. En dan natuurlijk hebben we de top 2. Als je 2 ziet, weet je onmiddellijk ook 1. Dus de volgende is nummer 2. Voilà, Wout van Aert heeft het seizoen het zeer moeilijk gehad tegen onze nummer 1. Ja, inderdaad, Mathieu van der Poel moest in de rechtsduellen heel dikwijls de duimen leggen voor Mathieu, maar is wel mooi wereldkampioen geworden. Zeker niet onverdiend, maar waarschijnlijk was de eer weggelegd voor Mathieu, mocht de pech er niet zijn geweest. Mathieu is dus voor het seizoen de onbetwiste nummer 1. Toont dit ook de laatste weken in dit seizoen. En nog elke week of elke cross opnieuw. Zo, dat was het. Ik hoop dat jullie een beetje kunnen volgen en een beetje zeggen van kijk ja, dit is een correct overzicht. Hebben jullie opmerkingen, noteer ze natuurlijk in de opmerkingssectie hier beneden. Vonden jullie het leuk? Geef me gerust een thumbs up. En zijn jullie nieuw? Ja, dan zou het leuk zijn dat jullie subscriben. In elk geval nog een zeer fijne dag. Bye bye!